Katrina, vind je me een beetje mooi geworden, Lassine? Ben je er blij mee? Ja. Ja, en daar heeft ze alle reden toe. Want de zelfontworpen bloem van Katrina en die van tientallen andere kinderen uit het Rotterdamse Bloemhof geven de komende 3 jaar fleur en kleur aan dit sloopblok. Wat zeggen de kinderen tegen je? Ik vind je bloem heel mooi en mijn bloem vind ik eigenlijk niet zo mooi. Ja, ben je er trots op? Ja, zeker. Trotse kindergezichten dus. De bloemen zijn bijna af. Maar ze hebben ook een hoger doel in de wijk die tegen de vlakte gaat, zegt de man die het allemaal bedacht. Langzaamaan komen de woningen leeg. En normaal wat je dan ziet is dat zo'n pand helemaal verpauperd met graffiti en dichtgetimmerd en inbraken en zo. En hiermee willen we voorkomen dat dat gebeurt. Wat is het voor boom? Ik had hem eigenlijk zelf verzonnen. Een fantasieboom? Zeg eens eerlijk, hoe vaak ga je nou kijken naar jezelf en denk je, wauw, ik vind het fantastisch? Meestal elke dag, als ik hier langs rij of langs loop. Elke dag? Ja. Er staan nog foto's op Google Maps van hoe het gebouw er 2 jaar geleden uitzag. En ik denk dat dit wel een hele verbetering is. Hoop kleur erbij gedaan, we hebben tuintjes aangelegd. Het is om heel erg vrolijk van te worden. Nou is het jongens niet voor altijd. Hè? Het is voor 3 jaar en dan worden de huizen hier gesloopt en dan gaan ook de bloemen weg. Zijn jullie daar verdrietig van, zeggen ze eerlijk? Ja. We hebben nog wel de foto's. Jongens, gefeliciteerd en geniet ervan. Ja.